allemaal en welkom bij deze voice-over video. Dit is de eerste keer dat ik zo een maak, dus vergeet me als het niet helemaal goed gaat. Vandaag heb ik tenminste al van tevoren opgenomen, zou ik al mijn paarden laten zien. Ik neem deze video een week van tevoren op, dat is een beetje vroeg. Maar dit is mijn Lipizzaner Lucky Champion. De bijnaam is gewoon Champion. Ik heb niet echt een andere bijnaam. Als jullie leukere bijnaam hebben trouwens, die mogen jullie laten zien in de reacties. En ja, Lucky Champion is het derde paard dat ik heb gekocht. Want ja, en ik zat hier nog op dus volgens mij. Dus ja, ik dacht het is wel leuk om met Lucky te beginnen. Met Champion, Lucky is een ander. Nou, dit is Lucky. Sorry, maar dit is Lucky Champion nou. Nee, Lucky Lion. Dit is mijn beginner. Dit is het eerste paard dat je krijgt. Je mag hem dan, tenminste het model is het eerste paard dat je krijgt. Je mag zelf van alles kiezen eraan. Ik heb deze kleur samen met mijn moeder gekozen. Dit account is ook deels gesponsord door mijn ouders. En ja, ik ben nog steeds super blij met Lucky Lion. Deze heet ook Lion als bijnaam. Nou, daar ben ik weer. Dit is, zeg maar, van Lucky Lion neem ik nu ook pas op. Ik heb een deels voice-over hiervan. Dit is Grand Lady. Dit is mijn pony. Mijn enige ook. Mijn Chicotage. Ik weet niet of die bestaan in het echt vast ook wel, want je ziet veel van deze ponies. Alleen dan als Shetlander, want het is een Shetlander ras in principe. Dit is dit is het eerste paard dat ik ooit gekocht heb, dus mijn tweede. Want de eerste die krijg je een soort van. En ik doe eigenlijk niet meer zoveel met haar. Haar bijnaam is gewoon Lady en dat is het. Zoals jullie zien is dit Autumn Walker. Deze hebben jullie net al gezien. En dit paard heb ik gekocht omdat hij gewoon het goedkoopste paard is in heel Star Stable. 300 Star Coins. Dit is Spirit. Deze kan je alleen met een appel krijgen. En ik heb nooit echt veel met Spirit gedaan. Dat ik hem heb genomen, gekregen, gekocht. Die appel kost gewoon net zoveel als een normale Mustang. Maar ik vind Spirit toch wel mooi nu ik er nog eens maals naar kijk. En ik wou Spirit gewoon graag. En ik was eigenlijk een beetje te laat met Spirit nemen. Vergeleken met de rest, want iedereen liep al rond op Spirit. Maar ik mocht toen nog maar één keer in de week online. Dit is Sunnyheart. En ik heb deze gekocht omdat ik gewoon, omdat er toen een speciale race was voor Morgan. En deze deed me denken aan Barley. Dat is een pony, zeg maar, die ik in het echt heb. Die ik gewoon nog één keer in de week voor mijn zusje bijrijd. En ja. Dit is Wish Lady en ja, ik moest een keer een IJslander kopen voor een speciale race voor een IJslander. En ja, toen zag ik deze staan en toen dacht ik, deze lijkt op Euder. Dat is namelijk een IJslander bij ons op stal, zeg maar bij mij thuis dan. En toen heb ik er Wish Lady genoemd, omdat het een
zeg maar wens daarmee is dan. En het was gewoon een leuke naam voor deze IJslander. En zoals jullie zien kan Wish Lily het dood omdat zij een IJslander is. En dan wou ik deze video gaan afsluiten met hoe ik mijn stal indeel. En ik heb hem zojuist helemaal leeg gehaald en daar staat Lucky Champion, oftewel Champion. En heb ik hier al mijn paarden volgens mij dan? Ja. Ik heb hier Wish Lady, Sunny Heart, Lucky Lion Spirit, Grand Lady en Autumn Walker. Ik heb hier altijd Grand Lady staan omdat ik net natuurlijk al die paarden heb verwisseld. Omdat je het nooit zo snel opruimt. Is het allemaal veranderd. En dan komt hier Lucky Lion. Hier komen zeg maar de paarden van een beetje een beginnermodelachtig iets. Ik sorteer ze altijd op de een of andere manier. En dan kwam hier Autumn Walker. Hier stond Spirit. Vanwege dat hij een beetje afgedankt is heb ik hem maar achter een muurtje. Nee hoor, dat is het niet. Hier stond Wish Lady. Dat is een goede inwendbaarheid vooral. Hier komt dan, als ik een nieuwe heb, dat is volgend jaar 2019 ergens pas, komt Lucky Champion. En dan komt hier Sunny Heart. Ik heb ook nog een kastindeling, die is heel simpel. Iedereen kan hem nadoen. Ik heb hem afgekeken van een andere YouTuber. Een soort van afgekeken, iedereen heeft deze wat tegenwoordig. En niet schrikken van het geluid. Ik weet niet waarom dat geluid is. Hier heb ik alles voor het poppetje. Voor je personage op je hoofd. Alle normale caps. Al die gouden capjes. Die speciale. Normale shirtjes. Er zit een gat in. I know, maar dat shirt heb ik nu aan. Hier zijn dan die gouden daarvan. Vooral veel jasjes. Vergeef met me. Hier al de gouden broeken. Ik hoorde die andersom te hebben. Maar ik heb geen zin meer om ze te verwisselen. Allemaal andere broeken. Hier mijn gouden handschoenen. Mijn normale handschoenen. Mijn laarzen. En mijn andere laarzen. Alleen hier heb ik er veel meer van. En heb ik bij uitrusting heb ik het ongeveer hetzelfde. Hier heb ik het hoofdstel en hier andere. Hier western hoofdstel. Hier het normale gouden hoofdstel. Hier komt dan het gouden western hoofdstel. Normale zadels, western zadels. Hier komen alle gouden zadels. Want anders kom ik niet uit. Normale dekjes, gouden dekjes en dan heb ik hier al mijn lintjes, nog meer strikjes, zadeltassen, peesbescherming, alles zit hier voor de rest. Huisdieren heb ik gewoon maar dit van, dat is niet zoveel, ja ik heb deze vier keer, I know. Deze twee zijn wel anders, dat is de wintereditie en dit is de normale editie. Ik heb geen andere pagina's. Voorwerpen heb ik hier mee eten. Ik heb ook eten bij me, want ik verzorgde hem een tijdje toen het vakantie was. En dan heb ik gewoon de rest gewoon een beetje erin gegooid, om het netjes te zeggen. En ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer moet doen. Maar ik wou nog wel één ding zeggen. Ik wil binnenkort een club. Ik wil 2019 wil ik mijn fanpaard gaan kopen. Jullie mogen nu vast gaan beslissen welk ras het is. Als ik het ras bekend maak, kunnen jullie zeg maar de kleuren gaan kiezen. Je kan gewoon op de Star Stable site, kan je al het nieuws bekijken. Er zijn
alle paarden tussen. En dan weet ik het. Dus dan hoop ik dat jullie deze...